Hallo. Ah, die doet maar winkels, die blijft maar winkels. En mama. En als je last hebt van rondlopende kinderen die vervelend zijn, dan doe je gewoon dit. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd om te gaan voetballen. En ik ga ploegfoto's nemen. Dus ik denk dat ik niet zo heel veel tijd ga hebben om te vloggen. Maar, ja oké, nadat we naar de voetbal zijn geweest, zal ik wel vertellen hoe het geweest is. Dus we gaan ons snel klaarmaken. We moeten er binnen 10 minuten zijn. Ik wacht nog even op Noah en op de mama. Dus dan moeten wij eventjes geduld hebben. Zalig. Een beetje opgefrist. De voetbal was leuk. Het is goed gegaan. Ik heb een paar beelden van Ellen gekregen die ze met haar gsm gemaakt had. In de U7, waar de papa's tegen de kindjes in spelen, wat heel erg leuk is. Dat gaan we binnenkort nog eens doen. Oh, ha. Oh, dat doet pijn. Opnieuw. Oh, dat doet pijn. Ik ben mijn schouder tegengekomen. Oh, wat? Je begint te klagen. Dat is zo ver rijden. Ah, oké. Okay, pak me mee. Oh. Maar, ik was dus aan het zeggen... Het is zo leuk dat de kindjes tegen de papa spelen. Dus ik denk dat wij dat binnenkort ook eens gaan doen. Met de U6's tegen de papa's of de mama's. Nu gaan we even naar Genk gaan. Want de shopping is open vandaag op zondag. En we gaan daar rondlopen. Ze hebben daar ook een Lab 9 winkel, een Apple winkel. En ik hoop dat ze daar de Apple Watch Ultra hebben. Want ik ben van plan om een video voor de Apple Watches te gaan maken. Welke je moet kopen, welke je niet moet kopen en... Wat de voor- en nadelen zijn van die dingen. En dan zou het leuk zijn, moest ik beelden kunnen maken van zo'n Apple Watch. Want ik heb er zelf geen. Omdat hem te duur is. 1000 euro. Dat is hoog, hè? Ik stond aan de lift. En daar stond bij, sorry, deze knop is spoorloos. U kan ook met de trap gaan. Een timer met een buggy, hè? Het is wel gezonder met de trap. Ah, wel. Nee. Nee. Jawel, dan beweeg je. Hij heeft hier vet aan benen. Hoe ben je? Die heeft al veel gehoord. Dat is waar, hij heeft ook gevoetbald vandaag. Ben je er geraakt? Je werkt wel. Kunnen we wel naar boven? Kunnen wel naar boven, maar niet naar onder. En mijn winkel is daar, die kant. Schat, andere kant. Schat, andere kant. Nee, schat, andere kant. We gaan hier kijken. Ja, ga maar kijken dan. Ik zal wel wachten. Ik heb een winkel gevonden hier. Lab 9, Apple Premium Reseller. Word ik daar ook buiten gegooid met een camera? We gaan het zo zien. Hier is de winkel. Met de Apple Watch gespeeld, de Apple Watch Ultra. Ziet er wel leuk uit. Beetje groter dan de Apple Watch Series 8. Beetje robuuster. Dit is stoer voor mij. Ja, dat is wel de moeite. Maar zoals gezegd, veel te duur. Ah ja, we dachten Noah is flink, maar Noah heeft pijn aan zijn been. Mijn vriend. Ja. Mama gaat even schoenen kijken. Sloefen. Sloefen voor Noah? Ah ja, jij moet sloefen. Hallo. We hebben sloefjes gevonden van Noah, maar we gaan nog eens verder kijken, want we zijn niet 100% overtuigd. Hè, vriend? Nee.
was hier aan het spelen met een gsm van 2000 euro. Niet kapot maken, hè, Noah? Zit nu alle twee dat spel kunnen spelen? Noah, nu kreeg je een ijsje en nu wou je geen ijsje meer. Ja, dat weet ik. Hoe komt het? Ik vind het liever wat sneller op de PlayStation. Wat hebben we daarop te zeggen? Je moet nog een andere winkel. Hoe een andere winkel? We hebben nog 6 minuten. We hadden 6 minuten. Ik denk dat we nu nog 4 minuten hebben om buiten te rijden zonder te betalen. Dat is ook slecht als je dat nu toe vliegt aan een dag. Echt heb je stress? Stress om uit te rijden? Ja, je zit op het eigen verdiep. Ja. Als je dat zo juist een minuut te laat bent, dan moet je betalen. Ik hoor je net, het is 1,5 euro dat je dan kwijtzet. Niet dat dat erg is, maar anders moest je dat niet betalen. Dus we zijn wel benieuwd. Gaat die lukken of gaat die niet? We hebben wel redelijk vlot weggeraakt. Dus ik denk dat het volk nog toe aan het komen is. Niet reuzelen nu. Hop, 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 hop. Oeh. Ik heb een vierde verdieping. Een vierde verdieping als gaat. En Noah die zit maar gebouwen te bouwen. Een hotel. Een hotel. Met 4 verdiepingen. Mevrouw en meneer, even wachten. We moeten 2 indringen. We zijn prioritair. Niet prioritair. En. Gratis parking! Maar hoe gaat dat dan? Hier leest mijn nummerplaat. Ja, ja. Maar als je dat nu nog niet hebt ingestoken, hoe weet je dat dan? Die leest mijn nummerplaat als je aankomt. En die kijkt, oké, die is op zoveel uur aangekomen. Dan leest hij mijn nummerplaat nu. En dat is net geen 1,5 uur geweest. Dus jij bent gratis en je mag gratis uit. Zowel Noah als ik, we zijn aan het zeuren, hè, Noah. En we hebben goede reden. De mama heeft die ook maar winkels blijven doen, hè, Noah. Ja, die doet maar winkels, die blijft maar winkels, hè. Je kan hier spelen, Noah. Je kan hier spelen. Ah, is nu wel leuk. Ja, ja, ga maar. En als je last hebt van rondlopende kinderen die vervelend zijn, dan doe je gewoon dit. Je zet die gewoon vast hier. Hoog en droog. Dag, Noah. Dag. En zo kunnen we de winkel rondgaan zonder dat die weg kan. Noah kreeg voor zijn verjaardag een boek bij JBC. Kijk hoe blij. Is dit de laatste winkel? Ja, maar je hebt je boek, je moet blij zijn. Kom maar, we gaan naar de auto. Oké, we gaan naar de auto. Daar staat de auto. En opeens zijn we hier beland. Waar zijn we nu? Bij de boot. Bij wat? Bij de boot. Nee, nee, met de kebab. Zie je samen wat lekker. Dat gaat smaken. En Noah is nog aan het wachten op zijn bos. Dit was lekker, maar daar. Ellen wil thee hebben. Turkse thee. Allee, ik ben benieuwd wat dat gaat smaken. Hè. Dat hebben we eigenlijk iedere ochtend in Turkije gedaan. En hier kun je gewoon gratis komen drinken. Als je goesting hebt in thee. Ah, buikje vol. Dat was lekker. Nu gaan we naar huis, maar ik ben moe vandaag. We zijn hard gewerkt. Ja, het was een zware trainersdag vandaag. En fotografiedag ook nog. Ik was vandaag fotograaf, trainer, kinderbegeleider. Poetser. Poetser, psycholoog. Psycholoog. Ik was alles. Want die mannetjes, die moet je te goed aanpakken, want anders dan blokkeert dat. En dat willen we niet, hè. Psycholoog. Psycholoog. Een spicoloos. Wat? Een psycholoog. Wat is dat? Dat is iemand die goed kan praten en die probeert
te vinden wat de problemen zijn, zodat er misschien een oplossing kan gevonden worden voor de problemen. Als je je niet goed voelt, of je zit ergens mee, of eender wat, en dan moet je voorzichtig praten door niet proberen ze verder in de dieprik in te duwen. Kort gezegd. Ofwel is het nu totaal helemaal fout wat ik zeg, maar bon, dat vertellen we nog. En vandaag hebben we wel nog veel gedaan. We hebben te veel gedaan, hè. We hebben te veel gedaan, omdat we hebben zoveel naar de winkel geweest en niks anders bijna. Klopt, alleen maar winkel, winkel, winkel. Ja, en dan niks anders. En mama wil heel veel naar de winkel. Mama wil... En die wil naar de winkel? En die koopt nog niks, hè? Dat is nog het ergste. Hè? Ja, maar ik wou dat ik iets had. Jij hebt nu wel snoefjes. Jij hebt wel snoefjes, ja. Jij hebt wel gekocht, hè. En een boek gekregen. Jij hebt een verjaardagscadeautje. Een verjaardagscadeautje. En we zitten hier terug in de zetel. Ons eten is al een beetje gezakt. En Noah, die is weer ruzie aan het maken in GTA 5, hè. Staat de camera in de weg? Ja. Ja. Oh. Maar ik ga wel deze video afsluiten, want Noah moet eigenlijk gaan stoppen met spelen, omdat wij hem een bedje moeten gaan leggen. Dat is wel een leuk spelletje, hè, GTA 5. Maar oké, hierbij gaan we deze video beëindigen. Oké, ik ben bang van binnenkort. Ik ga hier wel de video beëindigen. Dus... Ik ga proberen de video hier te beëindigen zonder dat Noah daartussen komt. Dus dank u voor het kijken en graag tot de volgende keer. Bye! Bye! Okay, bye.